Oké, dus tijd voor een update van de Fiat Ducato die omgebouwd wordt tot camper. Dus zoals gezegd kwam op die hoogte een keukenblad slash berging slash, dus berging is dan eronder te doen, slash bed frame. De lattenbotels ben ik gaan halen ondertussen, dat is bij IKEA. Dus het zijn twee lattenbotels van 70 op 2 meter. Dus een tweepersoonsbed, een klein tweepersoonsbed van 1,40 meter breed. De reden dat twee aparte lattenbodems zijn, is omdat we dan die twee bedden op elkaar kunnen plaatsen, waardoor we meer plaats hebben in de camper achteraan. En de keuken eigenlijk onder het bed verdwijnt als we willen slapen. We hebben ook onze matrassen opgehaald. Die hebben we, ik denk dat het Quantum is. Dat is een winkel, een beetje gelijk Casa en Zelfbouwmarkt en dergelijke. Het zijn matrassen van 70 op 2 meter, lichte matrasjes. Het feit dat ze zo dun zijn, we hebben ook een reserve mee. Het feit dat ze zo dun zijn, maakt dat ze minder comfortabel zijn, maar wel ideaal om op elkaar te leggen. En er komt nog een, hoe noemt dat, zo'n topping op. Zo'n dunne 5 centimeter matras bovenop, waardoor dat toch nog comfortabel zou moeten liggen. En dus nu ging ik die dingen isoleren, die wanden. Daarvoor heb ik die platen opgehaald. Gewone vaste isolatieplaten. Hoe bevestig ik dat daarop? En ik denk dat ik het gevonden heb. Ik ga met een frame werken en dat zou je daar moeten kunnen zien. Dus dat is letterlijk een kader uit hout. Dus ook die 1-op-1 verbinding dat je hier kunt zien. Nee, half op half bedoel ik, excuseer. En achter het frame, hier, kan ik die isolatieplaten kwijt. En dat is opnieuw het eindresultaat. Dat is een houten frame. Vastgemaakt met snelbinders in die opening. Snelbinders zijn een beetje een overkill, maar ik heb die genomen omdat ze dan zeker dik genoeg zijn. En hierop kan ik dan hier kan ik op wijzen voor die witte plaat als afwerking. Dit geeft nog een beter idee waar ik naartoe wil met de isolatie. Daar hang ik natuurlijk nog niet vast bovenaan. Het zal met hetzelfde systeem vastgezet worden. Dat zijn platen van 1,20 meter op 60. Deze. En daar haal ik 1 plaat, 2 plaat, 3 platen, 4 samen met de achterkant, 5 samen met de achterkant, 6, 7, 8. 8 platen voor alle zijkanten. En dan moeten we nog plafonden. Oké, even heel snel overlopen. De status momenteel is, ik heb die houten latten overal bevestigd en daartussen geïsoleerd met die styropuur dingen. Daar staat er een merk op. Met die platen, dat zijn er van 3 centimeter. En ik heb er ook van 2 centimeter, dat is een overschotje daarvan. En eigenlijk komt het erop neer dat er zit een deze profielen hier, dat zijn verticaal profielen, die lopen zo door naar beneden. En het verschil tussen dit verticaal profiel en de buitenwand van de kabinet, dat is dan hierachter, is eigenlijk 3 centimeter. Dus deze platen zijn 3 centimeter. Met dit is uitgespaard, dat is weer een plaat van 3 centimeter, nog een plaat van 3 centimeter. En dan daarbovenop, dus dan heb je ongeveer een vlakte daarbovenop dan. Die houdt een kader die je ziet. Die latten zijn ongeveer 2 centimeter. En dan, die zijn verbonden met snelbinders hier. Dus in die profielen. Dus dan zie je hier nog goed een snelbinder.
door die openingen hier. En dan de profiel. Dit profiel is iets smaller, maar het is ook 2 cm dik. Dat zijn deze voor het plafond. Hier zijn 2 cm platen in, omdat ik hier minder ruimte had. En omdat die lat 2 cm dik is, heb ik dit dan nog opgevuld terug met 2 cm isolatie. Hier heb ik dan gewoon enkel binnenin de plaat opgevuld. Daar beneden heb ik ook enkel binnenin die plaat opgevuld. Dus die kantjes niet, maar dan dit gedeelte hier, waar dat eigenlijk tegenaan ligt als je slaapt. Als ook daar, dat stuk waar dat ook tegenaan staat als je of zit. Die heb ik wel mooi opgevuld. Ja, mooi. Het is geen afwerking, maar het is iets mooier opgevuld. Rondom. Terwijl hier, dat wordt uiteindelijk maar de berging, dus dat heb ik niet allemaal bijgevuld. Hier komt er nu nog een extra latje. En dan kan ik dat isoleren doek hier nieten. Op dat extra latje nieten. Helemaal rondom. Die. En die waarschijnlijk ook. Komt er nog een ander type in isolatie. Vergelijkbaar maar een zilver radiatorfolie. Ik weet niet goed welke van de twee het beste zal zijn. Ik vermoed dat de radiatorfolie het beste zal zijn. Nu, dit heeft als voordeel, de Soundbase ondervloer heeft als voordeel dat de achterkant zwart is, waardoor dat je eigenlijk het plafond komt geen afwerking meer op, dus het plafond zal daardoor zwart zijn. En het heeft een blinkende laag aan de andere kant, dus het zou ook moeten reflecteren. Die folie gaat enkel op die stukken komen, die zilverfolie. En dan komt daar een witte plaat op als afwerking, maar het plafond zal ik anders geen afwerking meer voorzien, dus dan... Het is wel handig dat dat zwart is al.